Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video van mij. Ik ben op dit moment op de markt in Ibiza. Niet zomaar een markt, dit is de Hippie Market. De Hippie Market is echt een gigantische markt waar heel veel toerisme op afkomt. Met allemaal ontzettend leuke kraampjes. Je hebt hier heel veel kledingdingen, je hebt hier heel veel sieraden, heel veel nep horloges, nep zonnebrillen, alles is natuurlijk weer nep. Maar dan is het juist de kunst om daar een beetje de leukste dingen tussen uit te zoeken. Dus wij doen gewoon een ronde met Jan en Alleman. Vooral met de Laura. Schattekes, hoe gaat het? Schattekes, ja, ik heb een mooie ketting omgedaan. Oh, mooi. Wat vinden? Ja, oh, leuk. Oh ja, ik vind hem mooi. Ik heb er toch voor gekozen nog een video te starten. Waarom? Omdat we hier ja, toch nog anderhalve dag zijn. En ik vind het gewoon leuk om dat jullie te laten zien. Straks in de middag hebben we weer een training voor wimper extensions. Van echt een hele gave kerel. Die helemaal uit Tsjechië naar ons is gekomen. En daar ga ik weer even wat van filmen. En we eindigen met een barbecue bij het zwembad. Dus ik neem jullie vandaag weer lekker mee. Veel plezier. En we gaan naar boven. Dag schatje. Wat ze trouwens wel hadden moeten doen is iets meer eetentjes. Want er was net één eetentje met hele lekkere hamburgers. Maar er stond een soort van een dude achter. En die was echt twee hamburgers aan het opdraaien per 5 minuten. En er stond een rij van 6 mensen voor. Dus ik heb honger. Maar dat maakt niet uit, want dat heb ik toch altijd. Volgens mij is het namelijk een beetje in een poort. Dus je hebt ook allemaal soort van huisjes hier omheen die je dan kan huren. Dit is gewoon een soort van park. Wat zei je nou? Hoe noem je dat nou? Ja, een soort van resort. Een resort, ja, dat was het. We moeten jullie eens even kijken. We hebben hier zo'n leuk kraampje. 5 is die? Ja, het is echt hele leuke sieraden. En dat is van een mevrouw uit Den Haag. Hallo. En die heeft hier gewoon op de markt hier in Ibiza, staat ze voor het 4e jaar mee kijken. Handgemaakt, hè? Handgemaakt, allemaal leuke dingetjes. Oké, guys, ik ben inmiddels terug in de villa en we zijn hierachter echt heel erg druk bezig met de cursus. En voor ons allemaal gaat er zo waar een nieuwe wereld open. Deze kerel die leert ons echt stap na stap allemaal dingen die we heel veel natuurlijk weten, maar ook heel veel gewoon niet. Het is echt eye-opening en we leren zo ontzettend veel dingen. We zijn gelukkig nog niet klaar, dus we gaan nog lekker verder. Maar jongens, wat vinden we van deze training? Super gek, hè? Dit is echt massive. Nou, zoals je hoort. Dus we gaan lekker verder. Jeetje jongens, we zijn inmiddels 3,5 uur verder. Ik denk bijna wel 4 uur verder. En de training is ten einde gekomen. We hebben hier de hele tijd aan tafel gezeten. Maar we hebben echt niet normaal veel geleerd. Ik denk serieus dat ik het bijna niet eens meer durf. Nee, ik heb zoveel dingen bijgeleerd waarvan ik gewoon niet eens wist dat het bestond. Of dat je erop moest controleren of dat je erop moest letten. Niet dat ik het heel slecht gedaan heb, maar er kan heel veel verbeterd worden. Gelukkig ben ik niet de enige. Maar zelfs nummer 1 van Nederland die gewonnen heeft met wimper battles, wist gewoon bepaalde dingen niet. Dus kun je zien hoe in Nederland gewoon les wordt gegeven, trainingen worden gegeven. En eigenlijk makkelijk wordt gedaan over het feit, ach, als we het zo doen, zit het wel goed. We vragen geld en klaar ermee. Nou hebben we wel van iemand les gekregen die gewoon echt de beste trainingen geeft. En natuurlijk gewoon zelfs jurylid is bij wedstrijden. Dus wat we nu hebben gehoord is echt het perfecte van het perfecte. Maar ook hij zei, weet je, het hoeft niet altijd de meest perfecte vent te zijn. Het kan ook iets meer zo, dan plak je hem gewoon daar of dan plak je hem daar. Maar we zijn gelukkig klaar. Gelukkig zeg ik, omdat hierachter gebarbecued wordt al een half uur. We hebben 2 geweldige gasten. En die zijn hier gewoon kip aan het braden en dingen aan het doen. En dan zijn we zeg maar hier. Nou, je kan je voorstellen hoe dat ruikt. Op dit moment worden de certificaten uitgedeeld en beschreven. En ik heb echt een toffe middag gehad. Ik zal je zelfs heel eerlijk zeggen, het verbaast me eigenlijk een beetje dat ik het heb volgehouden. Want normaal, als ik langer dan een uur moet opletten, houdt het al vrij snel op bij mij. En we hebben gewoon nu 3,5 uur, 4,5 uur zoiets gewoon gezeten. En ik ben alleen maar gefocust geweest. Dus ik ga nu voor mezelf heel hard oefenen. En dan binnenkort gaan we zulke mooie wimpers zetten, jongen. Je wil niet weten. Maar goed, eerst oefenen. Oh my god, is dit wat het is? Wat ik denk dat het is? Lash conference. Oh my god. En certificaat. Yes. Dus ik ben nu net zo goed als hij. Yes. Nee, dat niet. Maar nee. Ik heb echt de trainingen gevolgd. En wat ik net ook al zei, ik ben echt versteld. Ik sta echt versteld van hoeveel wij geleerd hebben vandaag. Goed zo, schat. En mensen is nooit uitgeleerd. Nee, dat blijft echt vandaag weer. Dit geeft je ook weer een boost. Ja. Om in Nederland net zulke goede kwaliteit neer te gaan zetten. Nou, in ieder geval vele betere kwaliteit neer te zetten als wat ik deed. Goed zo. Hoi. Hoi. Nou, Fred is klaar met de cursus. En geeft jullie wat make-up tips. Dus eigenlijk, hier was het een beetje te dik. Dus dan haal je het daar gewoon een klein beetje weg. Gewoon met je hand. En dan ga je hier nog eventjes door. Zie je dat?
tik, 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 even over die rand nog. Dat het eigenlijk alleen een schaduw wordt. Ja. Zie je dat? Ja. Guys, heel even tussendoor. En ik wil het toch even tegen jullie zeggen. Ik heb de vraag ook van sommigen gekregen. Het gaat even over het volgende. Ik heb 2 vlogs geleden een hele leuke vlog geprobeerd te maken over een Marokkaanse bruiloft. Dat heb ik volgens mij goed gedaan. Dat is volgens mij ook gelukt. Hij is heel leuk geworden. Ik was er heel tevreden mee. Ik heb natuurlijk ook gevraagd aan degene die erin zaten of ze dat oké vonden. Ik heb hem geüpload en daar kreeg ik leuke reacties op. Met name ook vooral omdat er gewoon echt een verscheidenheid is in culturen. En ik dat eigenlijk met name of door middel van make-up weer een beetje bij elkaar wilde brengen. Maar daar was helaas niet iedereen blij mee. Ik werd de volgende dag gebeld in de salon toen ik aan het werk was. Of ik de video er heel snel af wilde halen met een kwartier. Anders zouden degene langskomen en de boel kort en klein slaan. Ik ben gewoon letterlijk bedreigd. Ik vond het heel heftig. Waarom? Omdat ik natuurlijk echt niemand met een video kwaad wil maken. Dus ik heb mijn best gedaan om dat ook zo goed mogelijk te doen. Helaas was dus niet iedereen daar blij mee. En aangezien ik aan het werk was, kon ik niet direct schakelen. Daarna heb ik nog een telefoontje gehad, wat eigenlijk nog veel heftiger was. En ben ik best wel geschrokken. Ik werd niet bang, omdat ik vooral dacht van wow, ik heb echt volgens mij niks verkeerds gedaan en dit is echt wel het probleem van een ander. Natuurlijk wil ik erover in gesprek, maar niet schreeuwend. En ik ben daar best wel van geschrokken dat het op die manier moest. Ik zou gewoon heel graag willen dat het natuurlijk gewoon op een iets normalere manier kon. Niet direct naar de persoon in kwestie, maar dit hebben natuurlijk heel veel meer mensen die gewoon door een bepaalde situatie die iemand anders verricht, dat ze gelijk kwaad worden. Natuurlijk is het ook mijn risico als vlogger zijnde, hè, dat andere mensen eventueel in mijn video te voorkomen of dat ik bepaalde situaties film wat mensen gewoon liever niet willen. Maar het was geen gesprek mogelijk en de video moest gewoon verwijderd worden. Het liefst ter plekke. Nou heb ik dat gewoon in de avond kunnen doen. Maar ik heb inderdaad wel een paar keer de vraag gehad van een aantal mensen van waar is de video gebleven en de reacties die er ook onder stonden, heb ik dus ook niet meer kunnen zien. Het spijt me voor dat. Het is verder allemaal goed gekomen. De video is gewoon verwijderd en daarmee was het ook gelijk goed. Dus ik wil er ook verder niet een groter ding van maken. Het is al gewoon klaar. Het is gebeurd. Maar ik wil het wel nog even zeggen dat dat dus eigenlijk de reden is. Want er kwamen echt een aantal vraagtekens via social media. Verder ga ik er dus ook niet over uitweiden. Dus ik ga gewoon lekker weer door met mijn vakantie / werk in Ibiza. Maar ik voelde me toch verplicht dit eventjes te benoemen naar jullie. Oké, we gaan weer door. Dus er is hier gewoon een man en die staat echt een hele partij te bakken en te braden. En dat is echt fantastisch. En ze hebben hier super schattig de tafel zo mooi opgemaakt. Oh mijn god, ik krijg gewoon honger als ik dit zie. Jongens, dit is de hele tafel. Daar wordt gebarbecued. En we kunnen eindelijk toetasten. Dus iedereen zit heerlijk te schransen. Jongens, eet u smakelijk! Yay! Deze geweldige miep staat de laatste dingetjes te hannen ze. Ja. Trek je het nog een beetje? Ja. Ja? Ja, om zij er als een zombie af te wassen. Maar... Nee. Kijk wat ze allemaal al gedaan heeft. Oh mijn god, het hele aange staat vol. Maar goed, ik heb op mijn moeders manier natuurlijk de vaatwasser weer helemaal gefixt. Ja. Was trouwens een tering weer. Maar goed, dat doe ik één keer en nooit weer. Dat weten jullie van mij. Je hebt hem aangekregen. En ik heb hem aangekregen. Huge. Ja. Hallo. Laatste avond. Ja. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Hartstikke leuk. Is het een beetje naar je zin gehad? Heel erg. Nee. We hebben net eventjes een gesprekje gehad en de conclusie is toch echt wel dat het heel tof was. Heel heftig ook. Veel gebeurd. Veel geleerd. Ja. Maar wel voor haar aankomen. Dankjewel, schat. Deze 2 dames hebben dit eigenlijk mogelijk gemaakt. Zij brengen positiviteit, energie en ijsjes in de groep. Dus deze komt net langs en die brengt heel vrolijk geen ijsjes uit. Nou, daar zit ze hoor. Toetje. Ja, ik wil een ijsje. Wat hebben we? Lemon of een cornetto? Ik wil een lemon, alsjeblieft. Mag je lemon? IJs! Dankjewel, schat. Goedemorgen, guys. This is the moment. I'm fucking going home. En dan laat ik dit weer achter. Want het vliegticket zegt zo nodig weer dat we naar huis toe moeten. Word je gewoon depressief van? Even serieus, kijk nou. Maar goed. Ik voel me heel gezegend dat ik hier was. Ik ben echt, ik heb zo ongelooflijk veel geleerd. Ik heb het zo naar mijn zin gehad. De groep meiden met wie ik was waren allemaal zo ontzettend lief. Veel meegemaakt, veel emotionele verhalen. Maar al het moois komt een eind. Oh, dit is mijn uitzicht. Jeetje, dit is dit vet. Daar precies, daar loopt echt het airport. Dus we rijden nu gewoon een kwartiertje daarheen en dan stijgen we daar weer op. Let's go home.
Ciao. En dan loop je dus het airport binnen. En dan is dit dus de gang van zaken. Hier kijken, jongens. En dat is niet zomaar. De schoonmakers, die hebben al 3 maanden lang niet betaald gekregen. Dus ze gooien alles, smijten ze gewoon op de grond. Ze maken er overal gewoon een teringzooi van. Het water mag je natuurlijk niet meenemen het vliegtuig in, dus dat moet dan naar de prullenbak. Nou, dit is tegenwoordig een prullenbak geworden. Dat staat gewoon hier keurig op het dingetje. Ska! Ska! Oh, je bent weer terug in Nederland. En dan is Fredje niet blij. Nee. Nee. I know. Ik ben dan echt een oude zuur. Maar ik snap het wel, want je bent gewoon teruggegaan. In Nederland. Maar goed, dus dat wil ik jullie even zeggen. En ik sluit hem straks af bij de McDonald's of zo. Ik ga hem gelijk vol vreten met dat soort dingen. Oké, guys. Ik zit weer op mijn vertrouwde plekje op het krukje in den keuken. En wat gebeurt hier weer? Voor fantastisch. Hey! Grap! Ska! Wat ben je aan het maken? Hier stukje. En kijk eens, het ligt al op mijn bord. Oh mijn god, het ziet er gewoon uit als ik kan hier gewoon een reclamefoto van maken. We gaan het eens even eten. We gaan het lekker opsmikkelen. Smakelijk, schat. Welcome home, love. Oh, we zijn weer thuis, hè. Zullen we zo eens leuk doen? Zullen we dat gaan doen? Zullen we naar de Beals gaan? Ja, daar heb ik echt heel erg veel zin in, schat. Ja? Rai, ga je mee? Zullen we naar de Beals gaan? Ik ben aanwezig. Oké. Okay. Nice! Oké, ik weet welk film. En ik ga het straks laten zien. Welke film? Nou, wij zitten hier. En hier is, weet je dat? Ja, dit is Sinjo. Sinjo? Zit in Amsterdam Bijlmer Arena tegenover de Pathé. Daar gaan we zo meteen naar de bioscoop. We gaan zo meteen naar een gruwelijke film. Dit is de Pathé Arena, maar je kan het niet echt zien. En wij eten hier altijd overheerlijke nasi. Zo lekker. Luca komt ook zo. Dus we gaan gezellig met z'n fietsen naar de film. En hij had hem gezien. En hij zei, Lau, ik wil nog een keer naar de film. Dus jij, Luke, Ryan moeten hem ook zien. Want hij is gruwelijk. En ik wil hem nog een keer zien. Moet. Ga jullie met me mee. Dus get out. Van Ibiza naar de Bijlmer Arena. Wat een contrast. Maar we gaan door, we vieren gewoon nog even het einde van de vakantie. Ryan, eet smakelijk. Maar wat eten we eigenlijk? Want ik heb geen idee. Wat is dit? Een soort van Indonesische nasi met heel veel praatje en kip en banaan. De beste shit die er is. Echt? Nou, we gaan het eten, jongens. Het ziet er zo uit. En het lijkt me super lekker. Ladies and gentlemen, kijk wie het is. Fred. De youngster. Hoe gaat het? Hij heeft zulke goede dingen gedaan vandaag. Dus het nieuws is eigenlijk, ik ga in een film spelen, jongens. Keihard, echt een hele dope film. En die komt in september uit, dus hou het vooral in de gaten. Ik ga eten, pak. Maar we gaan nu eerst naar de film. Zijn ze onder controle? Nee. Komen ze? Jawel. Nee. Als zij twee keer op dat ding tikt, twee keer zo op dat glaasje, dan ligt hij toch knock-out. Dat is niet. Maar hij is nog niet geopereerd. Hij is onder een hypnose, maar die twee oudjes... Ja, die zijn er al vanaf, ja, nee, maar... ze zijn in hun bijzijn, dus je leeft gewoon. Ik snap je dat, maakt dat alles snap mee, ik. Alleen een stukje hebben ze eruit gehaald, waardoor je kan functioneren als een gewoon iemand. Dat snap ik toch? Dat zeg je de hele tijd niet. Oh, maar god, jij snapt er helemaal niks van. Nee, Luke, jij snapt het. Luca, je moet niet zo dom doen. Als je zo dom gaat redeneren, dat je als enige in de auto zegt, nou, het is niet, terwijl 3 mensen zeggen, je begrijpt het niet, dan ga je nog steeds zeggen van je begrijpt het. Zoals jullie horen, was het nogal een film die wat los maakt. Vooral niks bij deze. Nee. En vooral veel bij deze tweeën voor. En dat was precies de bedoeling. Daarom wilde ik gewoon dat ze hem echt nog even gingen kijken met me. Maar goed, we gaan nu naar huis. Let's go. Kijk. Je moet de vlog afsluiten. Het is zover. Ja. We gaan hem eindelijk afsluiten. Hallo Flup. Hallo meisje. We zijn thuis. Dag liefje. Hoe vond je hem? In 10 woorden? Ja, zieke film. Ja toch? Ja, heel ziek. Ja. Ja, gebeurt veel. Huh? Wat? Ja, ik kom niet verder dan ziek. Het is gewoon helemaal gestoord. Die film is helemaal gestoord. Dat is Ryan zijn beschrijving. Abonneren, duimpjes. Ibiza was top. Film was leuk. Jullie weten het. Dankjewel voor alles. Ik heb het echt heel tof gehad. Ja, we hebben hem lekker afgesloten. Niet vergeten, tolies omhoog. Vergeet de duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie jullie heel graag in weer een volgende video van mij. Dankjewel. Doei doei.